Waarom wordt deze dag eigenlijk georganiseerd? Nou, om vooral de cliënten van de voedselbank echt even in het zonnetje zetten. Een onbezorgde dag te geven. Een dag dat ze niks aan hun hoofd hebben waar ze eigenlijk normaal gesproken niet aan toekomen. Vooral vanwege de kosten. En dat wij ze dit wel op deze dag mogelijk kunnen maken. Ja, het is echt belangrijk. De activiteiten die er worden georganiseerd. Daar hebben de cliënten normaal geen geld voor. Of het is moeilijk om daar tijd voor te maken. En op zo'n manier kunnen ze toch even echt genieten. En hebben ze weer een nieuwe energie om weer naar een nieuwe dag te beginnen. Dus dat is wel heel erg fijn. Ja. En hebben jullie al reacties gekregen van de mensen die hier zijn? En wat vinden de mensen hiervan? Ja, tot nu toe heel veel positieve reacties. Ja, zeker. En die zijn echt heel erg blij en ook heel erg verrast dat zoiets wordt georganiseerd. En heel dankbaar. Ja, en die reacties krijgen we ook echt elke keer weer terug. Want we hebben het de afgelopen 2 jaar in Enschede gedaan. En nu zijn we dan dit jaar voor het eerst in Almelo. En ook hier echt wederom echt zulke lieve, positieve en mooie reacties. Tijdens, maar ook echt na die tijd. Dat ze zich ook echt weer even gezien voelen. Ja. En zijn jullie van plan om dit nog meerdere jaren te gaan organiseren? Nou, we zijn inderdaad dus echt een stichting geworden om vanuit Enschede nu Almelo en vanuit daar ook weer verder uit te gaan rollen. We proberen wel echt wel stap voor stap om te kijken waar kunnen we dit nog meer in gaan zetten. Want we denken gewoon echt dat hier echt wel heel veel behoefte aan is. Ja, en je merkt ook als we het hebben georganiseerd dat na de hand gewoon heel veel positieve reacties zijn. En dat mensen ook vragen, kan dit volgend jaar weer? Zowel van de cliënten als van de sponsoren die heel erg graag weer willen meewerken. En we willen kijken of we volgend jaar Deventer erbij kunnen voegen. Dus dat zou heel leuk zijn. Ja.